Vanuit de vergaderetalage bij Pierka in Hoofddorp heet ik u van harte welkom. Dit is Haarlemmermeer TV van vrijdag 8 april. In deze uitzending van Haarlemmermeer TV een exclusief kijkje op de vroegere school van X-Factor-kandidaat Roel Vink. De opening van het skielerseizoen bij ijs- en skielerclub Lisserbroek. Jubileumvoorstelling voor het 25-jarige jeugdcircus Acrobatico. En ook deze week hebben we een stelling waarmee we de straat op gingen om uw mening te vragen. Voetbalvereniging Pancratius uit Batuverdorp voert actie tegen geschreeuw en geweld langs het voetbalveld. Maar je mag je kind toch wel aanmoedigen? Wat vindt u? Dat en meer. Nu eerst het nieuws van deze week. Het houdt velen in Haarlemmermeer al een paar maanden bezig. Maar vanaf vandaag gaat het echte grote werk beginnen voor Roel Vink. En hij doet dat bij de X-Factor. Afgelopen week ging ik samen met hem terug naar zijn vroegere school. Ze kennen hem nog wel. Als u naar de X-Factor kijkt, dan weet u het. Hij is door naar de liveshows. Roel Vink. Rolf, het is gelukt. Weer een stapje verder. Weer. Tot aan de finale. Elke keer die stap verder. En nu staan we op heel bekend terrein voor jou. Want hier heb je heel lang rondgelopen. Je middelbare schooltijd. Yes, mijn middelbare Haarlemmermeer Lyceum. Daar ben ik nu. Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. Vorig jaar heb je examen gedaan. Ja, klopt. Wat doe je dit jaar eigenlijk, want nadat je je middelbare school hebt afgerond? Ik heb me ingeschreven op HBO, Commerciële Economie in Amsterdam. Maar nu doe ik X-Factor. Gaat toch wel voor. En hoe vindt u Rolf? Hoe was hij als leerling? Rolf is zichzelf. Dat klinkt heel flauw, maar ik zit nu samen met mijn dochter van 10 naar X-Factor te kijken. En dan zie ik een jongen die eigenlijk niet heel anders is dan dat hij bij mij in de les was. Dat is een open en eerlijke jongen. En dat is iemand die kan uitdelen, maar het is ook iemand die kan incasseren. En dat is een hele goede kwaliteit. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, would she know how much I love her? Did I try in every way? Hij is de beste, hè? Ja. Hij kan heel goed zingen. Maar waarom vind je hem zo goed? Hij kan combineren in hoog en laag. Dus daarom vind ik hem zo goed. Wat wil je vragen? Ik kan scheven. Beste inwoners van Haarlemmermeer. Zoals iedereen al weet, of zoals de meesten al weten, ben ik door naar de liveshows. En ik hoop dat ik op jullie steun kan rekenen tot aan met de finale. Dank u wel. We wensen Rolf veel succes en we hopen hem tot 10 juni te kunnen zien, want dan is de finale. Ja, er is over nagedacht. Zomers op de skielers en dan kun je 's winters goed voorbereid het ijs op. Afgelopen zaterdag 2 april was de open dag van ijs- en skielerclub Lisserbroek. Het schaatsseizoen is voorbij en het skielerseizoen is begonnen. Dat was ook te merken aan het weer. Bij ruim 20 graden sprak collega Paul Bruines met Jos Mullens, de voorzitter van de skielercommissie. Mijn functie is hier in principe om zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. De inschrijvingen zijn nu zover gelopen dat we nu op ruim 100 kinderen zitten voor de aankomende maandagavond. En wat gaan die dan allemaal doen? Die gaan hier een rondje skieleren, begrijp ik?
Ja, die gaan hier ook skileren. En dat is in principe een beetje de bedoeling. De bedoeling is dat ze het leuk vinden. Dat is nummer 1. En daarna gaan we het een beetje op schaatsniveau brengen. Want we gaan, daarna gaan we proberen om de kinderen aan het schaatsen te krijgen. Trainen in de zomer en dan hopen dat er natuurijs komt. En dan gaan we met pa en moe gaan we een rondje schaatsen op de Karel Plassen. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Wilt u meer informatie? Kijk dan op ijs en dan /skielerbaan.nl. U kent de kreet zeker. Als je haar maar goed zit. Maar ja, dan moet je wel af en toe naar de kapper. En die moet het wel eerst kunnen leren. Nou, dat kan, want onlangs is de Nova Salon geopend. Donderdag 10 februari vierde het ROC Nova College de opening van de Nova Salon. Een leerbedrijf waar leerlingen van de opleiding kapper en schoonheidsspecialist worden opgeleid voor het echte werk. De Nova Salon die staat nog een beetje in de kinderschoenen. En het is dus ook dat het aan allerlei kanten natuurlijk toch een beetje bekendbaarheid, zodat we steeds meer klanten hier mogen ontvangen. En inderdaad dus die dingen te leren, met klanten afrekenen, de klanten te begeleiden, zowel naar hun plaats en de handelingen ook te verrichten, het knippen, permanente, kleuren. En wat vind je van zo'n Nova Salon? Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Wat leer je hier allemaal? Ja, knippen vooral. En vanochtend hebben we dan nog permanent. Om hoeveel leerlingen gaat het? Momenteel zijn we 2 dagen open. Op de dinsdag en de donderdag. En we staan hier dan gemiddeld met 4 à 5 leerlingen in de kapsalon. Vakdocenten begeleiden de cursisten, dus kwaliteit is verzekerd. De Nova Salon is elke dinsdag en donderdag open van 9 tot 5. Voor meer informatie gaat u naar www.novacollege.nl/salon. De prijzen liggen laag in deze salon. Misschien een leuke kniptip? Het enige jeugdcircus in onze omgeving heet Acrobatico en bestaat dit jaar 25 jaar. Feest dat gevierd moet worden. En dat gebeurde. Zo was er een prachtige jubileumvoorstelling. Jeugdcircus Acrobatico bestaat 25 jaar. Ter ere daarvan was er op zaterdag 2 en zondag 3 april een optreden in Schouwburg de Meerse in Hoofddorp. De jubileumvoorstelling Oscarion werd druk bezocht en meer televisie was erbij. Hoe is het begonnen 25 jaar geleden? Iemand moet toch bedacht hebben van kom, ik ga aan een circus beginnen. Ja, dat was Leni. Die komt uit het circus, uit het echte circuswereld. En die is hier in Badhoevedorp met een jeugdcircus begonnen. Die heeft dat 7 jaar gedaan en toen ging ze weer verhuizen naar de andere kant van het land. En toen, dus eigenlijk moest de club opgeheven worden en toen zeiden de toenmalige ouders van nou dat vinden we zo zonde. Ike en Monique Groot en nog wat andere mensen die er toen al waren, die hebben gezegd van nou we willen dat gewoon doorzetten. Dus vanaf toen is het geen professionele organisatie geworden, maar alleen vanuit vrijwilligers. Ik ben Tien, opperschoonmaakster van dit theater. En wat doe jij hier? Schoonmaken natuurlijk. En wie ben jij? Ik ben Oscar, de spreekstalmeester van dit circus. En waarvoor doe je het nou eigenlijk, dat circus? Is het voor dat je met elkaar samenwerkt? Is het voor de collegialiteit? Of is het voor het applaus? Ja, nou, het is gewoon leuk om te doen en daar doe je het voor. En voor het applaus natuurlijk, ja. Ja, nou, ja, inderdaad, het is heel leuk om te doen. Ook alle aandacht van iedereen en ja, applaus natuurlijk, dat is gewoon heel leuk en daar voel je ook gewoon goed bij. Het is een hele bijzondere voorstelling met heel veel vrijwilligers en heel veel, ja, eigenlijk net zoveel vrijwilligers als acrobaten. We filmden een spetterend optreden van de jonge artiesten en spraken met Loes Boerema, hun trainster. En dat de waardering voor de optredens groot is, dat bewees loco-burgemeester Arthur van Dijk door Ike Struben, de voorzitter van Acrobatico, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Afgelopen week vond de kick-off plaats. Het is geen fietswedstrijd met geldprijzen, maar iedere deelnemer krijgt als die over de finish komt een roos. En die staat symbool voor heel andere waarden in het leven dan geld. De Ruit voor de Roos is een evenement wat door Lance Armstrong is geïnitieerd. Het is 13 jaar geleden naar Nederland gekomen. En op de dag zelf zullen zo'n 10.000 mensen hier rondfietsen met één doel. Dat is namelijk geld inzamelen voor de kankerbestrijding.
4 september. Zet maar een groot, echt groot kruis in je agenda. 4 september 2011. The Ride for the Roses. Dan doe je mee aan iets wat ooit begon bij Lance Armstrong. Het idee dat je schouder aan schouder fietsend, 35, 50 kilometer, 100 kilometer, dat je geld kunt inzamelen voor dat verschrikkelijk goede doel. Vechten tegen kanker, geld halen. Maar dit is niet alleen geld, het is een mentale kwestie. En daarom zeg ik tegen u, en ik weet wat het is, want ik zit er al een hele lange tijd bij die Ride for the Roses. Doe het maar. Overwin die koud watervrees. Ga meedoen. Op wat voor manier dan ook. En denk eraan, de Ride for the Roses is om het echie. Het wielerevenement start in Aalsmeer, maar doorkruist ook Haarlemmermeer. De opbrengst is voor de KWF, de kankerbestrijding. De Ride for the Roses is voor iedereen. Fietst u ook mee? Wat was belangrijk nieuws voor de 3 lokale kranten? Ik pak ze er even bij en begin met het nieuwsblad Haarlemmermeer. Zij bestaan 5 jaar en bescheiden wordt dit vermeld op pagina 3. Buijse Pers werkte in de jaren 90 samen met de Hoofddorpse Courant. Begin 2006 kwam er een einde aan die samenwerking en op 6 april 2006 verscheen het eerste nummer van Nieuwsblad Haarlemmermeer. Proficiat. En zoals jullie zelf zeggen, nu onderweg naar het 10-jarig bestaan. Het Witte Weekblad. Bij de Nederlandse kampioenschappen Wado Karate in Emmeloord is de Vennepse tweeling Donovan en Sherilyn Wold eerste geworden. En het was een heel succesvol kampioenschap, want eveneens uit Nieuw-Vennep kwam Anthony de Ruiter en die werd tweede. En dan de Hoofddorpse Courant tenslotte. Zij melden dat er groen licht is voor 3 grote windmolens in Burgerveen Oost, die jaarlijks 2100 huishoudens van stroom zullen gaan voorzien. Voor het einde van dit jaar zullen ze er staan en er is kans dat er nog 3 extra turbines worden geplaatst. Het project gaat zo tussen de 5,3 en 5,8 miljoen euro kosten. En dan gaan wij door met de agenda. En deze keer gaan we met Wouter Braaf mee naar het dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Voor iedereen die van de geschiedenis van de luchtvaart houdt, is er nu een mooie avond om naar uit te kijken. Op woensdag 13 april organiseert de werkgroep Luchtvaarthistorie van Stichting Meerhistorie een lezing over de Fokker F27. Jan Honda heeft 30 jaar voor Fokker gewerkt en zal de hele geschiedenis uit de doeken doen door middel van fotomateriaal, maar ook door mooie verhalen te vertellen. De Muziek Van is een serie workshops onder leiding van jazztrompetist Loet van der Lee. Op zaterdag 16 april staat er in studio Pierka in Hoofddorp een geweldige muzikanten centraal. Namelijk de Nederlandse jazzsaxofoniste Candy Dulven. De workshop is bedoeld voor instrumentalisten en vocalisten met redelijk wat speelervaring. En aan het einde van de dag wordt er een opname gemaakt. Schrijf je in via de website en geef daarbij aan welk instrument je speelt of dat je komt zingen. Kan uw tuin wel een opknapbeurt gebruiken, maar mist u de inspiratie voor de inrichting? Of bent u gewoon nieuwsgierig hoe professionele tuinarchitecten verschillende tuinen hebben ontworpen? Kom dan naar een van de activiteiten tijdens de Nationale Tuinontwerpdag. Vrijdag 15 april om 3 uur 's middags geeft Delva Landscape Architects een lezing in de Centrale Bibliotheek in Hoofddorp. Hier presenteren ze enkele van hun bijzondere werken, van kleine privétuinen tot grootse landschappelijke projecten. Dit voorjaar opent Kunstfort 5 Huizen met de expositie Dolly, You Say You Want a Revolution. Dit project, dat niet alleen in de expositieruimte te zien is, maar ook op het 8 hectare grote buitenterrein, gaat over landbouw, landschap en ecologie. Het Kunstfort wil insteken in de discussies over de mogelijke duurzame alternatieven voor landbouw en energievoorzieningen via de bijdrage van verschillende kunstenaars. Na een grote verbouwing is afgelopen maand dorpshuis De Meerkoet in Lissebroek feestelijk geopend door wethouder Stef Bak. In het dorpshuis zijn altijd tal van activiteiten en veel van die activiteiten zijn afhankelijk van tal van vrijwilligers. Naast mij zit zo'n vrijwilliger, zo'n topvrijwilliger.
Ineke. Jij bent vrijwilliger hier. Dat klopt. Hoe lang doe je dat al? Jaren. Ik zou het niet eens precies weten, maar minimaal 10 jaar. Wat vind je er leuk aan, vrijwilligerswerk? De verschillende dingen die je toch wel meemaakt. Want bij verschillende activiteiten ben ik inderdaad aanwezig. Het is inderdaad gewoon leuk om te doen, want anders bleef ik niet zo lang hangen. Ja. Ja, het is zo leuk zelfs dat ik heb gelezen op internet dat je vorig jaar met je man tot vrijwilliger van het jaar bent benoemd. Ja, klopt. Gefeliciteerd nog. Dank u wel. Kan je een aantal activiteiten noemen? Dat als mensen uit Lissebroek en omgeving hier naartoe komen, die ze hier zouden kunnen doen? Nou, neem eerst maar eens het seniorenwerk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar hebben we op de dinsdagmiddag is er een soosmiddag. Waar een pritje gedaan wordt, biljarten, klaverjassen. Sjoerde heet het, Rummy Cup spelen. Ja. Onder andere is het nu de spelletjesmiddag voor kinderen van 6 tot 12 jaar bezig. Ja, ik zag het ontzettend druk, wordt goed bezocht. Ja. Dan heb je nog een tal van andere activiteiten, zoals een Brits club, een klaverjasclub, een sjoelclub. Dus het is eigenlijk van alle kanten uit, wat je ook maar kan bedenken, hebben ze wel hier iets van. Leuk, en kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Of... Bij de meeste activiteiten is het altijd gezellig om erbij te komen. Altijd ruimte voor. Ja. Leuk. Nou, leuk om te horen. Fijn. Naast de activiteiten zijn er ook af en toe exposities hier in het dorpshuis De Meerkoet. En de eerste expositie na de feestelijke opening, die is gemaakt door Truus. En Truus zit aan de andere kant naast mij. Welkom. Hallo. Je maakt aquarellen, heb ik gezien. Ja, hoe lang doe je dat al? Vanaf 1996. Oké. Okay. Dus behoorlijk lang al. Ja. Ja. En wat is jouw inspiratie als je een aquarel gaat maken? Divers. Ik hou van heel veel onderwerpen. Zoals je misschien wel een klein beetje hier in de rondte ziet. Ja. Ik ben altijd heel erg leuk bezig. En we zijn hier in de Meerkoet, hebben een groepje van 10 dames. Mm-hmm. Die elke dinsdagochtend zitten we hier te schilderen. En in een hele vaste groep. Ik denk dat we dat al een jaar of 10 doen. Ja. En we hebben het ontzettend gezellig. We lachen best wel veel af. En we helpen elkaar. En nu een hele eigen expositie hier. Dat is ja, wel bijzonder. Ik ben er heel trots op. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, ja. En als mensen nou straks deze expositie komen bekijken... En ze vinden een schilderij nou heel erg mooi. Kunnen ze dat dan ook meenemen? Ja, nou kopen dan. Ja, kopen, uiteraard. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, ze kunnen het kopen, ja. Nou, wie weet zijn ze over een jaar of wat ontzettend veel geld waard. Dus misschien moeten we gewoon deze kant op komen en er eentje aanschaffen en investeren. Ze zien er in ieder geval prachtig uit. Dankjewel. Heel mooi gemaakt. Dankjewel. Voor u thuis, mocht u nou denken van, hé, dat ziet er leuk uit, dat dorpshuis in Lissebroek. Kom deze kant op, bekijk de expositie. En vraag meteen wat voor activiteiten er nog meer te doen zijn. Misschien zit er voor u wel iets tussen. Locatiereporter Paul Brenes was deze week in Nieuw-Vennep in de Madeliefstraat om daar de dinercheck uit te reiken. Hij wil wel graag weten hoe het wonen is in deze straat. Nou, het is geweldig. Het is hier heerlijk rustig. We hebben bijna geen buren en we hebben prachtig uitzicht op een school. En dus ja, vandaar dat het ook zo rustig is. Ik kan me voorstellen dat er niet zoveel georganiseerd wordt in de straat. Dat niet, maar met de feestweek van Nieuw-Vennep hebben we altijd een kermis. En dat vind ik zelf ontzettend leuk. Dan komen de woonwagens komen hier dan op het grasveld parkeren. En dan roep ik altijd, onze camping is weer open. En dat is ontzettend gezellig. En je ziet ook een beetje hoe zulke mensen ook leven. En dat vind ik heel speciaal. Ik sta hier in het Speelderbos. Dit is de nieuwe straat van de week. Als je in het Speelderbos woont, dan kun je ons mailen. Het mailadres is middag@meerradio.nl. En dan kun je de dinercheck winnen ter waarde van €50. Dus mail naar middag@meerradio.nl. Ja, en u hoorde het al aan het begin van de uitzending. Maurice van Dam staat klaar voor de stelling van deze week. En hij staat in Bad Hoeverdorp. Kent u dat? Van die ouders die langs een voetbalveld op enthousiaste maar schreeuwerige wijze hun kind staan aan te moedigen. Voetbalvereniging Pancratius uit Bad Hoeverdorp voert actie tegen geschreeuw en geweld langs het voetbalveld. Maar je mag je kind toch wel aanmoedigen? Wat vindt u? Nou, het moet niet te overdreven, want ik heb het wel eens gezien en dan denk ik bij mezelf, nou, het kan ook wel wat minder. Ja.
Ik denk dat sommige ouders wel hun kind te erg pushen en te veel staan te schelden en te schreeuwen langs de kant en eigenlijk geen coach zijn. En waarom zouden mensen dat dan toch doen? Ja, omdat ze fanatiek zijn. Ze willen dat hun kind de beste is. Ze moet allemaal Ruud Gullit of Johan Cruijff worden. Er wordt tegenwoordig veel te veel naar de scheidsrechter toe gezeurd. En zeg maar, dat is gewoon ook niet leuk voor de kinderen. Het is geen goed voorbeeld. Nee. U heeft een beetje ervaring daarmee? Ja, dat klopt. Ik heb zelf jaren gevoetbald. Dus ja, ook bij Pancratius trouwens. Dus. Wat vindt u van deze actie? Heel goed. Ik hoop ook echt dat er wat uitkomt. Want het is uit de boze. Ik herken dat wel een beetje, maar het is niet goed natuurlijk. Want je krijgt natuurlijk wel een sfeer in het veld van die niet goed is, denk ik. Dus ik vind het een hele goede actie van Pancratius. Ja. Wat moet je erop zeggen? Ze moeten het veel harder aanpakken. Wilt u meer informatie over deze actie? Kijkt u dan even op www.pancratius.com. Met de titel Stralend de wereld in organiseert het Ademas Inloophuis uit Nieuw-Vennep op zondag 10 april voor de vierde keer een modeshow voor mensen die borstkanker hebben of hebben gehad. Als klein voorproefje laten we een Jij Filmt filmpje zien wat vorig jaar gemaakt is door de zoon van Lily Nieuwenhuizen. Zij is de initiatiefneemster van het Ademas Inloophuis. So wake up, all the world children. Tune into the rhythm of love. Open your eyes and watch the red sunlight. Feel the good wind straight from. De nieuwe modeshow vindt plaats op 10 april en dit keer in Huisterduin in Noordwijk. Kaarten zijn te bestellen bij het Ademas Inloophuis. En wij hopen u volgende week die beelden te kunnen laten zien. En tot zover deze uitzending van Haarlemmermeer TV. U kunt hem nog terugkijken, kijk dan op haarlemmermeer.tv. Wat ons betreft, wij zijn er graag volgende week vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Dag!